Martijn van Applecoach hier. Het kan gebeuren dat je in mail je derde kolom mist. Degene waar de voorvertoning van de geselecteerde e-mail staat. Of je mist juist je eerste kolom, degene met de postbussen. Dan heb je dus een overzicht als dit met alleen de e-mails van de geselecteerde map. Dus hoe krijg je je kolommen terug? Eerst de linkerkolom maar even. Klik op weergave in de menubalk. En dan op Toon Postbuslijst. En daar zijn ze weer. Nu de andere kolom, de rechter met de voorvertoning. Als je rechter kolom is te mail en je wilt die weer tevoorschijn halen, ga je eerst naar Weergave. En dan let je op dat het vinkje bij Toon voorvertoning aan zijkant is ingeschakeld. Zie je de kolom dan nog niet? Dan is deze waarschijnlijk heel smal geworden, 1 of 2 pixels breed. Om deze dan terug te krijgen, helpt het vaak om het venster ietsjes kleiner te maken eerst. En dan over de rechterkant van het venster te gaan met je muis. Totdat deze verandert in het symbooltje wat je hier ziet. Dus de verticale streep met een pijl naar links eruit. Dan kun je naar links slepen en je moet echt ver doorslepen. En uiteindelijk verschijnt die weergave dan weer. En dan kun je hem alsnog smaller maken als je dat fijn vindt. Of juist breder. Het lastige is dat je heel precies moet zijn met je muis, dus het kan zijn dat je even een beetje moet proberen voor het lukt. Maar door dat te doen, krijg je je kolommen in ieder geval weer terug.